Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de wolkenfoto veel wolken boven het noordoosten van het land, in het westen opklaringen en boven België ook opklaringen. Bij ons dus een mix van wolken, zon en een enkele bui. De buien vallen vooral vanochtend in het noordoosten van het land, in Groningen, Friesland en Drenthe. En ook vanmiddag is dat het geval. Maar in de rest van het land schijnt zon geregeld en wordt het vanmiddag 18 tot 20 graden in het zuiden van het land. En daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanavond opklaringen en de temperatuur daalt naar 14 tot 15 graden en vannacht ontstaat een enkele mistbank. En morgen opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. En de meeste buien vinden we in het oosten van het land en de meeste zon in Zeeland. En daarbij wordt het opnieuw 18 tot 21 graden bij een matige noordwestelijke wind. Maandag ook een aardige zomerdag met 18 tot 20 graden, zon en wolken en meest droog weer en ook vrij rustig. Dinsdag en woensdag valt er een enkele bui, maar met 17 tot 20 graden is het nog aangenaam zomerweer. Dit is Diana Boei van Weerplaza.nl.